Spoorwijk kent vele culturen. En in die culturen staat eten vaak voor ontmoeting en gastvrijheid. Om dat laatste zichtbaar te maken is in Spoorwijk het project De Wereldkeuken gestart. Wij organiseren deze wereldkeuken omdat wij veel nationaliteiten in de buurt hier hebben wonen. Dus ook verschillende keukens. En om de mensen dichter bij elkaar te brengen en van hun cultuur te leren, organiseren wij dus de wereldkeuken. En dat zijn gewoon koks uit de buurt zelf? Dat zijn gewoon vrijwilligers die hun dag opgeven om hier te komen koken. Ze zijn uit de wijk en ze koken voor de wijkbewoners. Vandaag hebben we voor het voorgerecht hebben we kippensoep. Maar ons eerste plan was zeg maar om peppersoep te maken. Dat is een soep met heel veel peper en zo. Maar ja, dat kunnen de ouderen niet eten. Dus ja, we hebben gewoon kippensoep en daarna feitrijs. Dat is zeg maar rijst met groenten en allemaal doorheen. En we hebben ook fufu en egusi. En als nagerecht hebben we gewoon een pasteitje, dat heet mietpie. Ruim 30 buurtbewoners hadden zich ingeschreven om kennis te maken met de Afrikaanse keuken. Zij betalen 5 euro per persoon voor de 3-gangen maaltijd. Mensen met een ooievaarspas betalen dankzij een subsidie van de gemeente slechts 3 euro. Aan de tafels werd intussen gesmuld van de gerechten. Al was niet iedereen enthousiast. Nou, ik moet er wel erg aan wennen. De kippenpootje, ja, dat ken je. Dus dat vond ik ook lekker. En die rijst vond ik ook lekker. Maar de andere dingen, vooral dat met die vis, dat vond ik echt niet lekker. En de andere heb ik wel geproefd. Maar het was een beetje, voor ons, de Hollandse smaak, was het een beetje saaie smaak. Ik vind het lekker. En die dames doen de best. Willen toch nog eten klaarmaken waar ze zin in hebben. En dat is voor een heleboel Hollanders misschien een eer om mee te eten, om te proeven. En of je het leuk vindt, de een wel, de ander niet. Dus het legt hem net aan wat je kan missen met je portemonnee. En hoe het je ook uitkomt, maar ik vind het leuk. Deze keer was het dus de Afrikaanse keuken. Vraag is nu, wat wordt de volgende? Daar gaan we nu een oproep voor doen. Dus mensen, als jullie willen koken, jullie vinden het leuk om te kopen, meld je aan bij ons. We hebben ondertussen al de Antilliaanse keuken gehad, de Nederlandse keuken, de Marokkaanse keuken, de Turkse keuken, de Poolse keuken en de Indonesische keuken. Oké, dus het wordt nu tijd voor de Franse keuken. Bijvoorbeeld.